Goedemorgen. De kindjes zijn goed op school gekomen, aangekomen. En dat voelt toch nog altijd enorm raar dat Emma er niet is. Ik begin ze nu echt wel te missen. Zo, gisteren viel dat op zich nog mee, maar dan zo vanmorgen is ze er niet. En vanavond zal ze er ook niet zijn. Dus ja, ik zal toch blij zijn als het morgenmiddag is dat ik ze terug ga zien. Bram is even weg. Ik ben hier rustig aan het bloggen. Deze namiddag ga ik voor mijn nagels, nieuwe nageltjes. En hij is even aan het drinken en aan mijn tante aan het doen. Ja, een rustige dag op zich. Ik heb nog wat tijd om voor te bereiden voor de reis. Ik hoop om hier ook nog te kunnen opruimen. Ja, rustig. Nee, vanavond ga ik naar Clouseau. Joepie de poepie. Eerst gaan eten met mijn twee vriendinnen en dan naar Clouseau. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Ja, ik ben best wel fan. Sosse, amai, ik heb zo het gevoel dat ik zo enkel over mijn blog en mijn werk praat. Maar dus nu ga ik koken. Helemaal niet gezond. Ik heb zo van die pasta in een zakje gekocht. Kei lekker, ik heb er echt al weken goesting in. Echt al weken. Dus ik ga dat maken. Anna heeft ook honger, denk ik. Heb je honger, Anna? Ja, dus eten maken. Oké, mensen. Dit is dus super ongezond. Maar echt waar. Ik verlang daar dus al weken naar. Dus de ene keer sta ik het mee toe. En dan is het weer back to healthy dinges. Maar dat is echt niet gemakkelijk, hè? Er komen weer kei veel events aan. Op reis gaan en dan moet ik. Dus probeer het daarin goede keuzes te maken. Nee zeggen tegen dingen. Dat is echt moeilijk. Als ik gewoon thuis ben en thuis eet, gaat dat niet makkelijk, maar het gaat wel. Allee, ja, het gaat. Het moet gaan. Maar als je zo weg bent op events, het is allemaal wat drukker. Je kunt niet helemaal kiezen wat je eet. Dus dat is echt een ramp, hè. Zo, mijn nageltjes zijn gedaan. Kijk. Deze keer een mooi rood. Chique, hè? Ik vind het echt wel mooi. Past ook mooi bij de tijd van het jaar. Dus ja, en ondertussen is het tijd om de jongens van school te halen. Dus ik sta hier nu aan school. Ik heb nog even tijd. Het is nog 10 minuutjes. Dus oh, het begint te regenen. Ik ben nu met Bram zijn auto. Ah, misschien zit er wel een paraplu in de koffer. Die ga ik een keer gaan zoeken. Oh, scheet weer. Dus mijn nageltjes zijn gedaan. Dan naar huis gaan met de jongens. Spelletjes spelen. Die Dreamland spelletjes. Ik heb die vandaag zo wat beginnen reviewen. En dan naar Clouseau. Zo, nog een kwartiertje. En normaal gezien is Veronique er dan om mij te komen ophalen. Dan gaan we samen gaan eten, samen met Virginie. En naar Clouseau. Bram heeft heel lief de living opgeruimd. Ik heb dan de keuken opgeruimd. Dat ging wel heel vlot, hè? Thank you.
Er is een Ik ben op de foto geweest met Koentje. Ik kan geen te luid vreugdedansje doen, maar ik ben dus super super blij. Dus toen het concert afgelopen was, hebben we nog even staan praten en dan gingen we op naar de auto. En dan zagen we daar een groepje vrouwen staan, een stuk of 10, 15, bij de auto waar dat Chris in zat. En dan heb ik op de foto gegaan met Koen. Dus ik heb een foto, kijk maar. Zo blij. Het was geweldig leuk. Het was echt, we hebben ze zo dicht te zien zoals je kon zien in de beelden. Echt heerlijk. De muziek was wederom prachtig. De sfeer zat goed. Het was echt heel tof. Dus ondertussen is het 11:40. Ik ga mijn make-up afnemen, pyjama doen en mijn bed in. Met zonne glimlach op mijn gezicht. Dus bedankt om te kijken en tot morgen. Dag!